dat ik met Lonk heb gespeeld. Ging fout, ik weet het. Dus we moeten nou als jong Link, moeten we dus het een en ander gaan doen. Hey, dubbel fris, gezellig! Ik zal jou trouwens eens heel eventjes hier neerzetten, dan zie ik iets meer van dat. Zo. Dus we moeten nou dus... Nee, we moeten Young Link worden. Dan moeten we dus eerst even naar de bottom of the well. Van de bottom of the well kunnen we dan die twee zaadjes nog heel eventjes planten. En volgens mij kunnen we nog iets. Want volgens mij boven ons zie ik toch duidelijk dat we alle original nummers hebben. En daardoor kunnen we ook nog eens een keertje de kikker minigame doen. Ook iets wat we kunnen doen als Young Link. Dus... Genoeg te doen dus. Oké. Ik ben zeker heel erg nieuwsgierig of we het voor elkaar gaan krijgen om hem vandaag uit te spelen. Hoi Pluto, hallo Julia de Dragon, gezellig. Onze poepkleur is weer terug, hoera. Goed. Het eerste waar ik naartoe wil is eventjes de Shadow Temple. Hey Susie Jan, welkom. Dag hier, streamer. Ik heb naar mijn volledige ik geluisterd. Ik moet uitkijken voor Kieken, want die is awesome, blijkbaar. En ik moet uitkijken voor jumpscares. Ik heb geen idee waar dat hij het over heeft. Hint, hint, weet ik wel, bla bla bla. Dus. We hebben twee kistjes die we sowieso te pakken kunnen krijgen in... Wacht eventjes, hebben we nou... Volgens mij hebben we dit kistje met de Sunsong ook nog niet gepakt. Ach, stel je niet aan, zeikventje. Wat, Stevie met een bril? Ja. Zomaar. Ik speel zelfs de verkeerde muziek, spontaan. Heb ik iets te kijken terwijl ik wacht? Hey, buitengewoon, welkom. Wat is hier toch vriendelijk, hè? Heb ik tenminste iets te kijken terwijl ik wacht? Meh. Ben er toch weer lekker vriendelijk. Dan vraag ik me af, hebben we dat kistje gepakt waar dat die redead zit? Met de Sunsong. Zo te zien niet. Nou, daar hebben we ook weer gedaan. Nou, ik weet niet of je het, op YouTube een beetje gevolgd hebt. Maar zo draag ik me... Deze setup, die heb ik gewoon elke keer als we zoeter aan het spelen zijn. Dat is een ding geworden... Bedankt voor een compliment, maar dat is dus een ding geworden dat we dit doen bij elke keer als we de shooter aan het doen. Wow, hier zat hij dus. Dit breekt mij een beetje. Dit breekt mij een heel, heel erg beetje. Oké, dus dan kunnen we nou zelf als Lullaby leren, nu pas. Epona Song leren. En dus kijken wat inderdaad de mask shop en alles te doen had en alles. Dus er is heel veel wat we nou kunnen doen als Young Link. Laten we bij het begin beginnen. En laten we heel eventjes eerst gaan naar de bottom of the well. Weet je wel. Dankjewel Julia voor het compliment. Ik moet er een beetje aan wennen. Ik draag hem niet 24-7. Nou ja, natuurlijk draag je hem niet op het moment dat je slaapt. Maar ik draag hem ook niet echt constant op het moment dat ik gewoon met van alles bezig ben. Het is echt als ik echt op een afstandje zit of zo. Of echt ergens naartoe ga. Dan vind ik het wel fijn om hem te dragen. Maar... Net zoals nu, dan kan ik heel erg helder de chat lezen. Oké. Maar goed, in ieder geval, we hebben dus heel erg veel items. Hij jeukt toch een beetje op mijn neus. Verschrikkelijk. Dan zit ik heel eventjes... Daar twijfel ik namelijk. Hoeveel hebben wij al qua... Ik ga even terug. We hebben al de twee sleutels van Ganon's Tower. Dus daar hebben we alleen nog maar de boskey voor nodig. Duidelijk. We hebben de Golden Gauntlet, dus we kunnen ook alweer een heleboel als we dood doen. Het enige wat we dus nog nodig hebben is de Mirror Shield. Zag ik nog niet te staan. Volgens mij is alleen het enige wat we nog nodig hebben de Mirror Shield. Nee, hij doet geen pijn aan mijn oren. Daar ben ik inderdaad heel erg blij mee. Ik heb toch liever eigenlijk dat ik dat ding... Als ik deze nou zo neerzet. Nou, trouwens, deze kan ik hem gewoon zo laten. Even kijken hoor. We hebben de Golden Gauntlets hebben we ook al. Golden Gauntlets. Die hebben we dus ook al. Nee, om ver af te kunnen kijken. Hm.
En dat was Eevee. Nee, ik heb zeg maar de bril om beter te kunnen lezen van dingen die ver af liggen. Ja, dus even omdraaien. Dankjewel. Trouwens, oh wacht wel eventjes. Ik denk dat de gamegeluid heel erg luid is. Mijn excuses daarvoor. Laat heel eventjes feedback een beetje weten hoe dat het geluid een beetje allemaal is. Trouwens, nee, die staat best wel... Is dit een goed balans? Of kijk, sta jij goed? Jij staat op een goede stand, dus dat zou goed moeten zijn. Ik zie mijn microfoon input zie ik ook goed. Hoi Bastiaan! Feedback is natuurlijk altijd fijn. Op het moment dat je denkt van, nou... Laat het wel eventjes weten. Als, ik zie dat bijvoorbeeld mijn microfoon soms wel eens in rood springt. Wil ik heel eventjes zachter. Ietsje zachter. Zoiets. Kijk, beter. Springt hij niet meer in het rode. Dat is belangrijk. Dan hoop ik dat je zicht beter is dan van mij, want ik heb hele slechte ogen. Nou, ik heb altijd gehad dat een van mijn ogen, mijn rechter om precies te zijn... Die ging altijd, zeg maar, naar mijn neus toe wijzen. Dus dat heb ik eigenlijk altijd gehad. En nou kwam ik er later weer achter, tot ik dus het probleem had tot hoe verder dat iets wegstaat, hoe waziger dat de tekst wordt. En ja, deze bril die ik dus nu op heb, die gaat dat heel goed tegen. Nee. Ik hou dit schild. Dat is eigenlijk een beetje het enigste waar ik... Al moet ik er wel aan wennen dat ik hem nou dus met mijn Eevee-oortjes... Moet ik er nu wel aan wennen. Oké, heel snel die kant op. Kistje 1. We hebben alle liedjes. Technisch gezien is hij een beetje zinloos. Maar ook weer niet. Oké, we gaan gewoon niet langslopen. Dus. Bastiaan, daar gaan we het niet over hebben in deze livestream. Nou, laten we hem voor de grap meenemen. Dan moet ik wel zeggen dat ik heel erg veel tokens heb. Jouw linker oog is een beetje lui. Oké. Het belangrijkste is natuurlijk dat we goed door onze ogen kunnen kijken. En als we daar een bril voor nodig hebben om beter te kijken, dan zou dat natuurlijk alleen maar goed zijn om er eentje te dragen. Is handig om een groen boek te hebben om snel te... Hè? Huh? Hoe? Juist. Oké, Pluto, dankjewel voor de host. Even kijken. Waar gaan we nou eerst als eerste naartoe? Ik denk dat het makkelijkste is om... Eigenlijk hier als eerste, want we hebben nou die Weird Egg. Dus met dat Weird Egg kunnen wij nu een heleboel dingen opengooien. Ik weet dat we de zaadjes nodig hebben. Ik weet dat we nog de frost dingen en alles kunnen doen, maar... Bastiaan, als die niet nodig is, dan scheelt weer. Maar dat is iets als adult. We zijn nou als... We zijn op het moment bezig met de Young Link quests. En natuurlijk bedankt voor de host. En het is nacht. Die je normaal alleen in Hyrule vindt. Het is nacht. Ik moet wel zeggen, het is wel lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Ik serieus, de laatste keer dat ik dit heb gespeeld was in 2018. Voor de mensen die zich afvragen... Oh, wacht, ik heb die opname gedaan. Dan moet ik hem weer downloaden. Ah! Deze die komt namelijk ook op YouTube. Niet te vergeten. Hi YouTube! Gezellig! We hebben nog maar 2 dingen nodig. Ik was vergeten hoe ver dat we eigenlijk al waren in deze zoeter. We hoeven nog maar 2 items te vinden en we kunnen hem uitspelen. En weet jij welke het is? Bastiaan, ja, maar dat is met alles. Bastiaan, met alles is het belangrijk om te checken. Ik bedoel, Zelda's Lullaby kan de Mirror Shield zijn. Epona's Song kan de Mirror Shield zijn.
eerste battle die je krijgt van Talon kan de eerste kan de Mirror Shield zijn. Alles kan de eerste, alles kan een Mirror Shield zijn. Net zoals deze muziek. Super grappig. Maar is het geluid goed in balans, jongens? Ik heb daar nog steeds geen feedback over, dus ik ga er vanuit van wel. Maar feedback is natuurlijk altijd fijn. Ga ik eens heel eventjes onze goede slaper even wakker maken. Oh, hi. Ga eens weg, Mario. Het geluid is goed? Oké, dat is fijn om te weten. Ik zou trouwens heel eventjes hier nog even kijken, hoe kan ik dat? Even een seconde hoor. Kijk, hoe kan ik dat? Echo. Altijd leuk joh, echo's. Dan moet ik hierheen en dan... Jee! Knopjes! En dan dat. Helemaal goed. Ik hoop dat je straks over een kwartier de Mirror Shield krijgt. Nou, maar we hebben nog twee dingen nodig. We hebben nog de Big Key nodig van Ganondorf's Tower. Die hebben we nog nodig. En we hebben dus de Mirror Shield nog nodig. Nou ja, zit ik even te denken, hebben we de Mirror Shield? Ja, de Mirror Shield hebben we nodig. Anders kunnen we de barriers niet weghalen. Julia zegt ook alles goed. Oké, dan is het mooi. Dan geloof ik jullie judgment. Dan gaan we daarvoor uit. Het is wel eigenlijk grappig hoe dat we dit eigenlijk nou wel doen met 16 hardcontainers. Dat we dit nu pas doen, bedoel ik dan. Dat is zo raar. Hey, die man! Men, hey die man, hey die men. I am the guard. I got this place for Princess Zelda. With the music of the great Deku Tree. Op een of andere waar manier. Deze eigenlijk ook, crosslinks? Ja, deze kan een crosslinks. Is me nooit opgevallen. Nee, je ziet me niet. Ik ben gewoon een gigantische poepvlek in deze garden. Met een locked camera. Dat is ook wel grappig. Daar zie je al die roepies liggen. Maar op het moment dat hij weg is, ren eens weg. Kun je gewoon achterlangs lopen. Nou, als jij zelf wat gaat lopen, mooi. Dat doe je niet goed, de man. Dat is vervelend. Dan vraag ik mij af waarom dat James Just Games Man nog steeds Kip noemt. Hij zegt Kip! Het zou leuk zijn als ze dat inderdaad ook doen. Super Mario Maker Deluxe. Zou kunnen. Oké. Zelda's brief is sowieso Zelda's brief. Dat zou niet veranderen. Dat is 100% hetzelfde. Maar het nummer van Impa, die is wel anders. Wat krijgen we? Bombjuice. Oké, dat was een waste of time. Bastiaan, laat dat er gewoon aan de moderators over. Die bepalen wel wat topic is en niet. Snor met soep in de raar! Impa! Ja, misschien moet ik nou ook weer een keertje met een nieuwe setup eigenlijk weer een keer Mario Maker doen. Willen jullie weer een keertje dat ik Mario Maker ga doen? Ik hoorde iemand die vroeg aan mij of ik Mario Maker wou gaan doen. En dan tot ik dus gewoon 100 levens pak weer, die challenge doe... Begin met easy, dan normal, dan expert en dan super expert.
Lijkt me op zich wel weer leuk om te doen. Jij gaat die erin gooien. 10 seconden, let's do this. Hele spannende muziek dit. Oh boy, dit gaat op fout. Jij dan? Kom op, nog 10 seconden. Oh boy. Jij dan? Ah, flame. Let's do it again. Normaal gesproken faal ik hier nooit, maar nou, tuurlijk wel. Oké, eentje die was daar, eentje die viel in het midden en eentje achter me. Yay! Oké, wat krijgen we? Ja, tuurlijk. Ik heb geen flauw idee waar je vroeg. Een piece of heart. Hoera. Ik heb echt het gevoel dat we gewoon echt alle 20 hartjes gaan winnen, jongens. Je kunt zeg maar kiezen of je dus de master quest doet of de gewone quest. Of dat het shuffelt. Dus dat je de ene dungeon in gewoon hebt en de andere dungeon dus in master quest. Alles is mogelijk. Hallo. Ik heb een ocarina. Moet ik het nog spelen? Nee? Wat krijg ik? Een hardcontainer. We hebben op het moment gewoon dus 17 hardcontainers. Ongelooflijk dit. Oké, nou dan gaan we heel eventjes weer... Dan gaan we heel eventjes de brief aan de guard geven. Jeetje, zegt dit. Trekt aan mijn nek dit. Spontaan ooruitval. Spontane ooruitval, zagen jullie het? Hey Sonic! Ja, maar dan wel één ding zeggen. En niet iets anders, alleen maar één ding zeggen. Niet iets anders. Wel netjes blijven, hè. Wel, moet wel bij één ding blijven. Allemaal een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen. Nee, jij zou één ding zeggen. Ja, zoals Sonic zegt. Sonic zegt nou één ding. Maar jij natuurlijk ook de beste wensen, Pluto. Iedereen trouwens die deze livestream kijkt en de andere livestreams nog niet gezien hebben. Iedereen gelukkig nieuwjaar! Dus. Wat heel belangrijk is, is als wij hier komen... Dan gaat de Happy Mask gaat open. En daar kunnen we dus weer een upgrade krijgen. Nou zouden we de masker ook weer kunnen verkopen. Noem het maar op. Maar ik heb de Mask of Truth. Die heb ik uitgezet. Het enige wat echt belangrijk is. Is de upgrade die we kunnen krijgen. En dat is het eigenlijk. Banaan. De banaan die zit nog steeds in mijn PC-box. Ik heb hem nog niet over kunnen ruilen. Dat was gisteren in één keer heel erg... Vond ik eigenlijk best wel vervelend. Dat had ik bij je beetje streamen. Ik had echt zoiets van... Sorry, je beetje! Hij spannende in één keer. Ik denk, oh, nou heb ik hem. Niet. Ik kan me niet herinneren dat ik heb gezegd dat ik Majora's Mask zou gaan doen, dus...
Niet dubbel fris. Oké, jongens, ik ga heel eventjes zeggen... Ga niet om game request vragen in de livestream. Staat ook duidelijk in de regels. Kom op, jongens. Dat is een beetje vervelend. Windweken HD hebben we al gedaan. Die staat al op YouTube. Ik serieus, je HD-counter hebben we helemaal gek gemaakt. Dat was... Of geen Zelda meer. We zijn letterlijk The Legend of Zelda aan het spelen, jongens. Echt serieus, wat is dit? Wat is deze? Echt zoveel moeite voor één pick-up. Dus ik heel eventjes te denken, want ik zei al tegen mezelf, ik moet nog daarheen. Oh ja, we kunnen ook nog de song doen met, weet je wel, met de kippen en alles. En we moeten daar een zaadje planten. En we moeten de Spirit Temple doen als Young Link. Nee, dit is The Legend of Link. En The Legend of Link heb ik gedaan. Je bedoelt Link's Adventure. Zelda 2, The Adventures of Link. Oh, van de NES. Oh, die was zwaar. Oh, die was zwaar. Je moet het maar weten. Dat is echt letterlijk niks anders dan gemot het maar weten. Maar dit is The Legend of Link. Of de legende van Link. The Legend of Snow met soep in de raar. Waarom niet? Hallo. Kopen. Wat zo, nou hebben we ook weer gehad. Omdat deze gast Lonk heet. Hey Wolf. Welkom. Dat kwam omdat bij Death Road of Canada, voordat we deze begonnen, bij Death Road of Canada kwam ik een Link karakter tegen en die heette Lonk. Dus hebben we besloten, nou dan noemen we hem ook Lonk. Waarom ook niet? Nee. Maar goed, het masker wat dus heel belangrijk is, wat we gaan krijgen, dat is gewoon de Deku Skull masker. Die dude is toch steeds creepy. Ik ga dus nu snel vandoor, want ik mag die gast echt niet. Ik hoor allemaal stemmetjes in mijn hoofd. Oh nee, ik ben op een markt. Ik moet wel zeggen, mijn bril reflecteert heel erg mijn computerscherm. Ik zeg, ik ben een nerd. Ik ben dit aan het spelen. Maar ik hou nog steeds van de muziek. De muziek is nog steeds awesome. Just saying. Omdat dat dit spel op de Switch... Oh ja, tuurlijk! Saria's Song kregen we nou ook en dat was 50 muntjes. Whoops! Helemaal vergeten. Nou ja, was niet dat het 50 muntjes was, dat wist ik niet, maar... Want Saria, die zit hier pas op het moment dat je heel datzelfde gebeuren gedaan hebt. Mag ik vragen wanneer dat de Let's Plays weer komen? We hebben nou Let's Streams. Let's Plays die staan gewoon voor een onbepaalde tijd op pauze. En dat wil ik nog heel eventjes zo houden. Heel simpel. Dit spel is op de 3DS geremaked in verband met... Ja, dat was het makkelijkste. Dit is inderdaad veel leuker en interactiever. Kan ik nog praten vandaag? Nou ja, dit is de snelste manier om het eventjes te doen.
Ja, welke command probeerde je dan, Bastiaan? Als je wil weten hoe lang dat we al live zijn, we zijn pas een half uurtje online hoor, dus ik heb geen bot erin zitten die dat automatisch voor mij zegt van hoe lang dat we live zijn. Vond ik nergens voor nodig. En we gaan weer de verkeerde kant op, omdat ik op de chat zit te letten, dat moet ik niet doen. Nou, dat moet ik wel doen, want interactiviteit is leuk, maar ik moet wel de goede kant op lopen, want anders is weer helemaal geen ene doos aan. Even kijken, ik kon hier rechtdoor, ik kon hier ook af, toch? Ja. Ja. Multitasken. Super goed in. Oké, we zitten hier. Ik vind het altijd zo leuk. Ah, daar zit hij. Hey Thomas. Nou, dan moet je weer even de masker opdoen. En dan krijgen we dus weer een van de pick-ups. Nice. Kom maar. Jee, ze vinden hem leuk. Weer een. Hallo. Weer een... Als we nou sleutels tenminste konden krijgen ofzo, dan was ik er ook nog blij mee geweest, maar... Hey, Super Mario Player. Oké, nou, dan hebben we dat nou allemaal gedaan. Dan is het nu tijd voor zaadjes. Nou is het tijd voor zaterdag. Misschien moet ik eigenlijk nou ook mijn Ocarina of Time om mijn nek hebben. Waarom ook niet? Zaad er dag. Oké. Ik heb nou echt steeds meer de neiging om gewoon Ocarina uit te pakken en dan ook zo te beginnen te fluiten bij mij. Want ja, ik heb natuurlijk hier mijn eigen Ocarina of Time natuurlijk ook bij me zitten. Weet je wat, ik doe hem gewoon om mijn nek. Eventjes voorzichtig bij de oren. Kijk heel eventjes in mijn spiegel. Haha, daar is mijn spiegel niet. Haha, nee, maar het werkt wel als spiegel. Gek, hè? Kijk eens aan, zeg. Zo, hé. Zo, hé. Ja, hij doet het. Oh, jullie dachten dat ik echt ging spelen? Nee, want ik heb het verkeerde muziekje gespeeld. Ik ken dat nummer niet meer uit mijn hoofd, hè. Dat lukt beter. Oké, we zijn in de desert. Hier moesten we dus nog het een en ander heel eventjes doen als kindje. Klein, klein kleutertje. Wat doe je bij de Spirit Temple? Nou... Wat doe je hier, klein kleurtertje? Is niet echt de plek voor jou om hier te zijn, hè? Misschien heb je toestemming gekregen. Misschien heeft er een kaart tegen jou gezegd van... Wil je even naar de spirentempel toe gaan? Dus jij hebt gezegd dat ik naar de spirentempel ga. En toen je toen zei van... Ja, maar natuurlijk! Natuurlijk ga ik heel eventjes naar die spirentempel toe. Waarom niet? Is toch logisch? Ken je dat gezicht nog? Nee. Gewoon nee. Precies, Eevee. Oké. Als we me niet... De middelste kant hoeven we niet in, want daar zijn we al als de Dot Link geweest.
kan hier heel even een bom neerplaatsen. Hoi, dat is wakker. Maar wat ik wel weet is, als we alle vijanden hebben verslagen, tot de deur open gaan. Hi Eddie, wat leuk dat je kijkt. Oh ja, jij. Hoi. Kom dan. Dans dan. Je doet best wel pijn trouwens. Auw, dat doet pijn. Niet doen. Stout beest. Oké, doen we het wel zo. Duurt wat langer, maar dat maakt niet uit. Kom dan. Doe dan iets. Zo, dat was dat. Oké, nou, daarachter daar ligt alweer een van de pick-ups. Ik ben benieuwd. Ik moet zeggen dat ik het heel erg epic vond als je dan als Young Link ging en dan tegen een Deku net moest vechten. Dat was awesome. En creepy op hetzelfde moment. Oké, als mijn boomerang er zo doorheen kan, dan kan ik het ook. En wij vinden een pot achter ons in onze rug. Bas. We hebben Bas gevonden, hoera. Het is Bas. Ah ja, maakt sommige bazen wat makkelijker. Dan maakt het eigenlijk wat makkelijker als we inderdaad naar de... Oh ja, jullie zijn er ook nog. Tuurlijk. Oeps. Daar dacht ik niet bij na. Dat was dom. Oeps. Ja, ik voel me nu behoorlijk dom. Zo, dat hebben we ook weer gedaan. Maar ook nadat je de Master Sword naar de Forest Temple gaat en tegen de Phantom Ganon. Phantom Ganon hebben we al gedaan, Super Mario Player. Vorige livestream. Volgens mij hebben we... Dolphidia hebben we ook gedaan, volgens mij. Ik weet het toch al niet meer. Zoveel fledermauzen. Kom eens hier. Het is nog maar één kistje, maar toch. Oh, kom op. Zo roestig ben ik nou ook weer niet. Schijt toch eens uit, jongens toch. Ja, dat was ook wel grappig inderdaad. Ik had ook zoiets van, wat? Waar komen jullie allemaal vandaan? Ik zeg, serieus, waarom ben jullie allemaal Terraria aan het kijken? Zo moet je dit Terraria niet. Malle mensen. Nee, het was hartstikke gezellig. Nero Shield. Gerudo Trading Grounds. Hebben we daar nog een? Volgens mij niet. Kun je nog even mikken? Ik bedoel serieus, Navi richten bovenop. Nou, volgens Twitch waren het 175 in totaal, maar dan nog. Ik bedoel serieus. Ja, Sonic, maar we zijn nu Young Link. Dus als het
Young Link hebben we er weinig aan. Volgens mij hebben we hier nou alle kistjes gehad. Behalve degene die we nodig hebben met een mirror. Ja. Die kunnen we niet pakken, want daar hebben we de mirror shield voor nodig. Daar hebben we de mirror shield voor nodig, dus... We hebben hier alles. Behalve de mirror shield. Natuurlijk hebben we Logic aanstaan. Anders zou die vast komen te zitten. We hebben nog een heleboel dat we kunnen doen, dus... Kunnen we nou nog heel eventjes naar de vijver toe en dan kunnen we de kikker game eventjes doen. Wat is daar het dichtst bij? Oh ja. Dat kan niet Bastiaan. Dat zeg ik net. Logic staat aan. Ja, Super Mario Player. Die hebben we gedaan. Anders zou ik nou niet weggaan. Dat hebben we allemaal gedaan als Adult Link. Ah, jongens toch. Altijd leuk, hè, als ze dan denken van... Oh, ja, maar daar zit ook... En dat, en dat, en dat. Ja, jongens, ik heb daar een map en een kompas. En ik heb nu heel eventjes daar alles gekeken. Super Mario Play, dat is een van de dingen die je in het begin doet. Oh, doe je huiswerk. Weet ik, YOLO. Weet ik. Maar zulke dingen die ga je pas opnoemen op het moment dat we vast komen te zitten. En we zitten op het moment niet vast. Het enige wat we nu nog nodig hebben zijn twee dingen. En wat we nu nog kunnen doen is een pick-up halen als Young Link met de muziekjes te spelen. Dan kunnen we als Adult Link kunnen we eventjes die Pieces of Hearts weer oppakken. We kunnen de training quest kunnen we nog doen. We kunnen nog de hele watertempel zelfs afmaken. Dus ja, ik snap dat je inderdaad wel zoiets hebt van, oh, heb je dat al gedaan? Maar ik bedoel, dat zijn echt een van de eerste dingen die je doet gelijk bij je begin van Zooter. Ik bedoel, dampen is echt één van de eerste dingen. Heel belangrijk. Dat is best wel lang geleden, dat is al ondertussen 3 jaar geleden. 2016 is namelijk trainer Stevie geboren. I know, maar ik vind het zo erg om dan de hele tijd nee te moeten zeggen van nee, hebben we al gedaan, nee, hebben we al gedaan, nee, 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 nee. Dan vind ik dat, dan hebben mensen weer zoiets van, ah, ik wil helpen, hoezo heb je dat nog niet gedaan? Dat is echt zo van, nee. Ik ging weer zielen. Kijk de hele tijd spontaan per ongeluk naar de verkeerde chat. Ik heb Discord, heb ik hier namelijk ook nog stiekem op staan. Whoops. Goed. Hallo, kikkertjes. Nou, de Song of Storms die hebben we dus al gespeeld. Maar nu is het dus de bedoeling dat we alle nummers spelen, zoals Zelda's Lullaby. Jammer dat deze roepies niet gerandomized zijn. Ja, dit is een van de irritantste sidequests ooit. Yay! Kunnen we niks mee? Waarom niet wat? Waarom niet wie? Wat, waar, wat mis ik? Ik heb echt geen idee, ik mis volgens mij nou iets, maar...
je hebt geen optie voor deze pick-ups. Dit zijn geen pick-ups. Daarom heb je daar... je hebt er helaas geen optie voor. Oh, wacht eventjes. Die had ik al gespeeld. Welke mis ik dan nog? Even kijken hoor. Zelfs wel op heb ik gespeeld. Pokémon Song heb ik gespeeld. Sun Song. Song of Storms. Oh, tuurlijk. Dank je, Sonic. Nou, en nadat ze dus allemaal groot zijn, zit er een minigame in. En die minigame is irritant. Zie, dat moet zo snel. Even, ik moet wel eventjes focussen, jongens, sorry. Bleh. Het is een jaar geleden dat je kanaal verandert. Nee, dat is al iets langer geleden, Thomas. Ik haal dat eentje zo erg. Oh, jongens, wat zijn we toch erg. Wat zijn we toch erg. Wat zijn jullie erg. Wat zijn jullie erg. Even kijken, dat is de update van. Ja, ik kan hem nou niet zo snel vinden, dus daar heb ik geen zin om dat nou op te zoeken. Ik weet in ieder geval, in 2016 ben ik van naam veranderd. Oh, kom op, dat was een deuntje. Dit doet echt pijn, dit. Dit doet echt pijn. Ik haat deze quest. Mero Shield. Nee, ga weg jullie. Oké, we hebben alles gedaan wat we als Youngling kunnen doen. Tenminste, dat wat ik dacht dat we alles konden doen.
Dan hoop ik dat een van die pieces of hardste dingen is, want anders zouden we toch heel de training quest moeten gaan doen. En de training quest, ja, wat doe ik liever? Doe ik eerst liever de training quest of doe ik liever de watertempel? Ja, ik denk dat ik liever de training quest doe. Watertempel, watertempel. Nee, doe de watertempel. Kom op, Stevie, doe die water. Doe water. Ik wil de watertempel niet doen. Jullie willen allemaal naar de watertempel omdat ik niet naar de watertempel wil. Ik vind jullie gemeen. Ik ga eerst hier naartoe. Later, SMP. Oké, wat zit er in de puff hier ook? Een extra drankje. Hoera. Grudo, training grounds hebben alles gedaan. Training grounds hebben alles gedaan, jongens. Daar hebben we alles gedaan, jongens. Kan niet vaak genoeg zeggen, maar daar hebben we alles gedaan. Ja, er zou nog één kistje zitten misschien, maar... Ja, omdat je meerdere paden hebt, Bastiaan. Even wachten. Omhoog. Wee. Maar goed. Goed. Nee, nee, nee. Jullie zeggen eigenwijs. Prima, dan gaan we er toch naartoe. Oké, prima, dan gaan we daar naartoe. Ik vind het best, dan gaan we daar toch naartoe. Nee, Stevie, echt waar. Ik geloof me nou maar. Altijd leuk als ze je tegenspreken, hè? Verwijder de linkje, Stevie. Heb je alle sculptures al gedaan? Hallo, Bastiaan. Kijk eens boven ons. Bas, jij mag gewoon geen hints meer geven. Wij gaan nu naar die Gerudo Trading Grounds. Tot die tijd mag jij geen hints meer geven. En als ik heb bewezen dat ik inderdaad gelijk had en jij ongelijk, ben jij uitgeschreven voor hints. Punt. Ben ik dan gemeen? Ja, mooi. Ik heb echt geen idee wat Super Mario Play probeerde neer te zetten daar. Er staat nog steeds verwijderd een linkje. Dus ik heb geen idee. Nee, de missing lonk! Nou ja, met Epona moet ik wel zeggen, dan gaat de training quest eigenlijk een stuk makkelijker bij. Echt, jongens, dit voelt voor mij als zo'n waste of time.
Ja, nee, dan dat klopt. Ik ben blij dat je mij gelooft in ieder geval, maar ja... Bas, die gelooft me niet. Dus daarvoor moet ik ook nou nog eens een keertje 10 extra rubies gaan betalen. The Legend of Zelda, a waste of time. Oh kijk, je hebt hier één sleutel. Nou kan ik natuurlijk heel erg dom zijn. Hier ben ik dom. Even kijken, want deze deur die hebben we opengemaakt. Ach, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens. De enigste deur die nog op slot zat. Deze. En kijk. Dat kistje was al open. Hoe dan? En hier zat ook een kistje. Hoe kan dit? Wat is dit voor sorcery? En voor straf ga ik dus nou lekker expres in plaats van... In plaats van dat ik dus nu naar de watertempel ga, ga ik nou de training quest doen. Omdat Bas zei dat ik ook de training quest moest gaan doen. En ik can't warp hier. Oeps. Dus jongens, als jullie allemaal de watertempel wouden zien, dan mogen jullie Bas boos aankijken. Want die wou eerst naar de GTG. Nou ja, Super Mario Player trouwens ook. Maar die zei daarna van, nee, ik geloof je. Dus we gaan eerst training quest doen. Nou, wie weet, misschien is dat wel iets heel erg boeiends. Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Shadow Temple hebben we ook nog niet heel... Hebben we trouwens weer een sleutel van de Shadow Temple? Heb ik eigenlijk ook niet naar gekeken. Nee, we hebben nog steeds... We hebben 4 sleutels van de Water Temple. 1 sleutel van de Fire Temple. Bij de Fire Temple hebben we al helemaal gecomplete. Forest Temple hebben we al helemaal gecomplete. Spirit Temple kunnen we nog niet completen, dus... Oké, Bastiaan, nou ben je irritant aan het doen. Daar mag je echt eventjes mee stoppen. Ik ben wakker. Ik vind het eng. Dat is de bottom of the well, the man. Maar daar hebben we de laatste kistjes al gepakt. Het is wel even een eindje lopen, maar ja, dat maakt niet uit. Kan ik even rustig naar de chat kijken. Dus chat, hoe gaat het? Laatste dag van de vakantie. Moest je ons daar nou aan herinneren? Ja. Suzie, goed bezig. Nee, dat is bottom of the well. Ik ben gemeen door nou eventjes jullie ballon eventjes lek te prikken door te zeggen van, hey. Slecht. Probeer met één hand te lopen, met de andere hand even mijn fles open te draaien. Dat gaat fout dadelijk. Nee hoor. Zo. Dat is hartstikke goed, dit.
zoveel geleuter, dan krijg je een droge bakens van, jongens. Hé, toch? Nou. Maar goed. Ik zit nu dus te denken, als dit geen Boski of iets in die trend geeft, dan moeten we dus inderdaad naar de watertempel. Maar als de watertempel ons niks goeds mee geeft, want er zitten nog wel een paar kisten, maar... Oh, kunnen we die baas ook al doen? Watertempelbos kunnen we ook al doen. Oké, nevermind. We kunnen dus heel de watertempel dus helemaal completen. Nou, wat krijgen we eigenlijk van de watertempel? Staat dat er ook bij? Zora Spirit. Oh nee, wacht even. Die krijgen we daarvan. Dan krijgen we de Gorons Ruby krijgen we van de watertempel. Oké, decent, decent. Kunnen we allemaal mee? Oh mighty, langzame verschuiver jij. Ik heb een prescription bij. Kijk eens. Had ik de hoverboots hadden wij al, hè? Nice. Als ik me niet vergis. Nee, helaas. Ik dacht dat zijn shortcut tactics, weet je wat, dat je dan gelijk daarop kan komen, helaas. Nou, de watertempel hebben we al voor de helft gedaan. De Ocarina die kan sowieso de Mirror Shield zijn, maar het kan ook nog eens een keertje de Song of Time zijn die dan de Mirror Shield kan zijn. Maar... Dan moeten wij dus ook nog eens een keertje eerst de Boski hebben van... Of, hebben wij daar, daar hebben we de Boski toch van? Ja, maar dan moeten wij nog een gewone sleutel vinden van de Shadow Temple. Dat is het enige wat we daarbij missen. Auw, steen in mijn neus. Ja, maar daar hebben we ook nog de... Hoe heet dat? Daar hebben we ook nog de Zora's Ruby voor nodig. Zora's Ruby. Zora's Sapphire, sorry. Mijn hout. Nee, daar zit juist Gorons Ruby. Dat liet ik net zien, Super Mario Player. De Mirror Shield kan natuurlijk ook inderdaad gewoon in de tempel daar zitten. Dat kan ook. Maar ja. Jullie wouden eerst dat ik... jullie zijn allemaal GTG, GTG. Dus ja, daar ben ik nou als eerste naartoe gegaan. Bij de GTG zat niks. Goh. Dus daarom doen we nou eerst even dit. Ja, ik weet stream de... Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Stream delay. Ja, achteruit hoppen kan heel erg snel zijn, maar dit vind ik toch fijner. Die zou daar inderdaad ook kunnen zitten, inderdaad. Er zijn te veel opties op het moment. Handig, Joda. Oh, ik hou ervan tot dat kan. Je kunt echt achteruitlopend kun je glitchen, maar Epona blijft altijd sneller. Hé, kijk, we zijn bij de watertempel. Oh, wat ben ik gemeen, jongens, ik weet het. Ik vind het zo glitchy, hè. Hi. Goed. 4 minuten om richting de Gorons te kunnen. Here we go.
Nou ja, op dit moment hebben we tenminste Epona, dus daardoor hoeven we nou niet te glitchen en alles. En dat scheelt echt zoveel. Hoppakee. Altijd gratis pick-ups, altijd handen. Oh ja, daar durf jij niet overheen te rennen. Dat is zo'n onzin. Maar dit is fijn. Wee! Ik vind het echt een van de fijnste dingen dat je daar gewoon zo... Behalve als hij gewoon nog geen zin heeft. Dat je er gewoon overheen kan springen. Nou, achteruitlopen dat gaat op zich ook wel snel. Maar toch is Epona sneller dan het achteruitlopen. Heel veel weten dat trouwens niet. Al moet ik wel zeggen dat ik de functie miste in Twilight Princess. Dan kun je dus heel erg snel van je paard afspringen. Door dus Z-targeting ingedrukt te houden en dan dus gewoon te zeggen van, ik spring. Dan maak je dus een backwards salto van Epona af op het moment dat je dus, ja. Ik heb nog 2,5 minuut, ik vind het eng. En ik, bam. Maar ja, het grappige is, het zit hem echt in die 3 laatste items. Want ik zit nou eventjes zo op mijn play te kijken. Maar wij missen ook nog maar 3. We hebben nog maar 3 dungeon items die we dus nog missen. Dus er zijn nog 3 dungeons die we uit kunnen spelen. Shadow Temple is er 1. De Water Temple is er 1. En de Spirit Temple. Dat zijn de enige tempels die we dus ook nog niet gedaan hebben. Dit begint een beetje op een 100% run te lijken. Ah joh, nog zoveel tijd. Maar dat doen we er trouwens aan denken. We hebben toch ook de... Hebben we die 6 kiesjes al gedaan in de... Hebben we die 6 kiesjes al gedaan bij Ganondorf? Dat is één ding wat ik mij nou ook afvraag. Super Mario Play als Navi. Oké, rest klimmen we. Is goed, JB'tje. Doe rustig aan, jongen. Komt goed. Oké, was dit het waard? Ja, ik heb je eyedrops. Kijk eens. Geweldig. Krijgen we de claim. Claim kunnen we gelijk aan hem geven. Hoeft niet te wachten. Dat doet pijn. Dat is niet leuk. Echt geen zin in die watertempo, jongens. Hebben jullie het door? Ik probeer het gewoon echt uit te stellen en uit te stellen en uit te stellen. Je wordt ervoor betaald. True that.
Ik zit eventjes te denken, want we hebben dus... De Mirror Shield hebben we nodig voor... Een cheer waar ik van schrik. Zo! Dat was een flinke... Wat? De... Zo, hey, hoi! Hoi! Wolf, Belgian Wolf, dankjewel voor de 1000 cheer. Hoi! Dat is een extreem boost. Zo, hé. Hey. Dankjewel. Ik schrok wel van zeggen. Ik denk, hype, hype, hype. Nou, Eevee is natuurlijk hartstikke happy daarover. Daar niet van, maar... Zo. Thanks voor de support, Wolf. Pluto, dat is de hoeveel dat je staat qua cheeren. Derf. Jij ook. 7 kistjes. Waarom zijn we hier nog niet eerder naartoe gegaan? We hebben alle 4 de flessen. Leuk. Waarschijnlijk nog niet Sonic Stripe. Dat is het verkeerde schild. Kom op. Oh, wacht wel even. Ik moet deze even aanvinken trouwens. Oeps. Een hartje. Wat leuk. Fart container. Echt serieus jongens. Als we 20 hard containers gaan halen. Nee, Super Mario Player. Jij zei dat hij of bij, dat het de ocarina kon zijn. Je hebt het niet gekald, Super Mario Player. Nee, dat heb jij niet gezegd. Boe, volgens mij is dat origineel. Boe. Jij zei dat hij zou zitten of de plek van de Ocarina of Time. Of de Song of Time. Of in de Watertempel. Je hebt nooit gezegd Cannon Tower. Nee. Foei. Niet liegen nu. Dat was voor iedereen een totale verrassing. Een klein stiekemertje. Ik weet dat daar een like-like zit, hè. Komt door die Extreme Evo Boost. Wordt gewoon ingestraald, weet je wel. Wordt gewoon zo ingestraald, zo... Maar ja, dat wil dus zeggen, mochten we nou in één van deze kistjes... Mochten wij daar nou Gen's Golden Key vinden... Dan is het game. Dan is het afgelopen. Oh, ik haat dit. Oh, ik haat dit. Ik haat het zo erg. Ik haat het stuk. Ik haat het stuk. Ik haat het stuk. Nou is het alleen nog maar... Waar is de sleutel? Voor Ganondorf's Key. Het enige wat we nou nog hoeven te vinden. Wow, Pluto! Wow, jongens! Pluto, dankjewel voor de 1000 bits! Dankjewel voor de enorme cheer! Thanks! Nou, dan moeten we die key vast en zeker wel vinden, Pluto. Jongens, enorm bedankt voor de support, hé.
Oh ja, dat was een fake. Dus er doorheen lopen. En dan kwamen we bij de echtheid. Die muziek hier trouwens, jongens. Zo, hey. Voor speciale gelegenheden gebruik ik ze. Nou, ik vind het heel lief dat je dat hebt gedaan. Dankjewel, Pluto. Echt awesome. Thanks voor de cheer, jongen. Oké. Okay. Laten we eens even barrières gaan slopen. Volgens mij kunnen we nu alle barrières gaan... Ja, nee, Rules of Love hebben we niet nodig. Het enige wat we nodig hebben nog is de sleutel. We hebben alles. Het enige wat nu nog ontbreekt is de sleutel tot de voordeur van Ganon. En wie zou hem hebben? Nou, weet je wat? Pluto, vooruit dan. Pluto, jij mag het zeggen. Als we alle barrières hebben gedaan, dan is er eigenlijk nog maar één ding. Wat heb je nu echt nodig? Ja, de sleutel. Ah, weet je wat? We gaan naar Pluto gewoon... Pluto, vertel het eens, jongen. Moeten wij dadelijk naar de watertempel of moeten we naar de ferry? Pluto mag het zeggen. Nou ja, Wolf mag ook stemmen, vind ik dan ook. Wolf, jij mag er ook een inspraak op doen. Echt, die stream delay soms. Nee, niks naar de ferry. Gewoon hoppakee. Gelijk naar die watertempel. Wolf, wat zeg jij? Ga ik een muntje opgooien, hoor. Ah, jullie willen wel heel graag die watertempel zien. Waarom nou? I don't like it. Oké. Nee, Super Mario Player, ik zei het er al ruim daarvoor, maar ja, maakt niet uit. Ja, Wolf en Pluto hebben inderdaad gesproken. Ik ben het er niet mee eens, maar vooruit. Dus als we alles bij Ganondorf hebben gedaan, dan gaan we langs die watertempel. Hopelijk tot daar dan die Golden Key zit. Nou ja, we hebben de Mirror Shield. We zouden ook naar de Spirit Temple kunnen gaan. Nee, we gaan naar de watertempel. Dat is gemeen. Dat is dan jammer. Yep, dat is Susie Chan voor je. Stam pech. Jij gaat verdorie nu heel erg snel dadelijk naar die watertempel. Telt de waterbarrier ook? Misschien? Maybe? Voor geluk geef ik je klaver via Pluto. Je stuurt me naar de watertempel toe. Thanks. Nee. Jongens, geen zorgen. Ik ga naar die watertempel. Beloofd is beloofd. Geen zorgen. Super Mario Player, dat is een hele rare context die je nou in de chat neer gaat zetten. Kijk daar een beetje mee uit. Niet iedereen die weet wat je konijn Eddie heet. Dus graag het een beetje... Ja. Even... Zo. Oké. Ja, dat dacht ik al, Sonic. Niet iedereen die weet dat jouw konijn
Eddie heet Mario Player. Dus het is een beetje raar als je dan in de chat gaat neerzetten van... Eddie heeft me zojuist gekust! Wat? Het is een beetje raar als je dan zo diept. Ik heb echt zo geen zin in die watertempel, maar ik heb geen keus. Darn it! Er is... Nou, nee, dat vind ik flauw. Nee. Als de barriers... gaan we eerst naar de watertempel. We gaan niet in dat gouden kistje kijken. Dat doen we dan later wel. Maar wacht even, je had er toch Blue Flame voor nodig? Volgens mij hadden we hier Blue Flame voor nodig. Nou, weet je wat? Ik spreek het dan gewoon zo af. We hebben afgesproken. Ik moet sowieso... Moet ik gewoon de watertempel doen. We kijken wat er in dat ene kistje nog zit wat we hier kunnen vinden. Dat sowieso. Maar we moeten naar de watertempel. Daar kom ik niet onderuit. Ja, Super Mario Play, daar waren we nou ondertussen al achter, omdat ik het uit heb geluid. Ik ben even benieuwd wat voor muziek dat we gaan krijgen bij Ganon trouwens. En als het al game is, dan gaan we alsnog naar de watertempel, omdat ze er allebei voor geboten hebben. Wie weet, misschien halen we dan nog wel de 20 hartjes of zo, wie weet. Maar het kan dus ook zijn dat in dat ene kistje, dat daar een Shadow Temple key in zit. En dat we dus de watertempel doen en dan inderdaad 20 hartjes kijken of tot daar de Shadow Temple ergens te vinden is. Ik zit niet echt op een 100% run te wachten, nee, maar... Ach ja, maakt niet uit. Wat doe je er tegen? Hallo, Forest... Oh ja, wacht eventjes, daar zitten volgens mij ook nog kistjes bij de Forest Tempel. Tenminste, ik weet het niet zeker, maar... Kistje! Zit hier dadelijk de sleutel in? Oh boy. Nee hoor, daar hebben we naar Roos Love, tuurlijk. Pluto, dankjewel voor de 10 bits nog, voor extra luck. Oh. Oh ja, ik moet hem nog aanvinken. Excuus. Oh, ik haat deze kamer zo erg, jongens. Ik serieus. Dit is de ergste kamer in Ganondorf's Castle. Op zich goed genoeg dat we niet echt sticks nodig hebben, dus... Oké, even wachten tot hij stopt met draaien. Even wachten tot jij stopt met draaien. Stom ding. Stop eens met draaien. Ik vind echt, van Ganon's Tower, is dit gewoon echt
mijn minst favoriete barrier die je neer moet halen. Tenzij dat je equip swap doet. Nee, joh. Super Mario Player, nogmaals, als glitchen en glitchen doen we niet. De laatste keer dat ik dat vertel, kom op. Zo, die barrier hebben we ook gedaan. Praat er dan ook niet over. Nou, het is mijn minst favoriete kamer. Ik heb volgens mij ergens een keertje in de Let's Play heb ik het erover gehad. Over een WTF moment. Weet je wel, gewoon het moment dat je bij een spel zoiets hebt van... En hier heb ik gewoon geen zin in. Hier heb ik gewoon echt geen zin in. Weet je wel, gewoon dat moment. En bij mij in die kamer... Ja, dat is gewoon die kamer. Die heeft gewoon dat moment bij mij. Nee, je bent goed bezig, Super Mario Player. Of, Super Mario Player. Je bent goed bezig, Suzie Chan. Ik ben trots op je. Je doet het goed. Ik ben echt blij dat ik jou in ons modteam heb gegooid. Oh, kom maar hoor. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar bij de bosch. Kom maar bij de bosch. Mijn moderators zijn een goeie. Ik ben ook heel erg blij dat Sonicstrijf erin zit. Ik weet toch echt dat... Ga ik ze nou alle drie natuurlijk verkeerd doen, hè? Oh nee, valt mee. Ik vond het moeilijkste gedeelte van Zelda toch de watertempel van Majora's Mask. Bastiaan, we zijn ook Ocarina of Time aan het doen. Pluto, nogmaals bedankt voor de kleine cheer. Zelfs de kleine cheers die helpen, Pluto. Enorm bedankt. Alle kleine beetjes helpen. Alleen Pluto, eventjes wel de animatie van de Eevees. Die komt pas bij 25. Dan weet je dat wel. Dus 25 en dan krijg je de animatie erbij. Maar toch enorm bedankt voor de cheer, Pluto. Barry, die zit erop. Nou. We gaan heel eventjes de kistje snel openen. Ik denk niet dat er iets boeiends in zit, hoor. Nou, dan gaan we gelijk naar de watertempel. Beloofd. Weet je nog toen je die... Wacht, ik zal hem nog één keertje doen. Je hebt de 20 bits gedaan. Ik doe hem nog heel eventjes via de test. Dan krijg je hem te zien. Oh, nou wordt alles wit. Dat was niet de bedoeling. Ik had het over deze. Is een test trouwens, hè, jongens. Dat was een test. Hey, Mimi! Oeh, dat is wel vervelend. Oh mijn god, dit is awesome! Tot hier de Forest-tempel muziek speelt! Oh, dit is awesome! Oeh, dat is vervelend, Mimé. Sorry. Ik was je echt niet aan het negeren. Ah, dat vind ik vervelend. Ah. Oh.
Oké, hier hebben we het kistje, jongens. Oké, moeten we dit snel doen? I don't care about de hartje schade. Goed. Als dit origineel is, dan super uit de boel. Als dit origineel is, super uit de boel. Gelukkig maar. Boom, batjoes. Bas, alles is randomized. Het heet Key/Song Sanity. Dus alle muziekjes zijn ook randomized. En er zit ze in mijn neus. Ja, dat was mijn vinger. Bah. Ik volgens mij heb ik gewoon echt bijna alles aangepinkt. Maar goed, zoals beloofd. De watertempel. Zoveel zin in. Had ik wel niet door voor de fans. Accepteren me. Gaan we doen, Suzie. Gaan we doen. Nou, jongens. Pluto. Wolf, ik hoop dat hier die sleutel in zit. Ik was dit vergeten. Ik was dat heel eventjes vergeten. Ganon's sleutel, je weet je. Dat is het enige wat we nog missen. Nou, die deur die hebben we ook open. Nee, de man die heb je niet gemist. Ik ben er net pas naar binnen. Eigenlijk heeft die itemtrekker die boven ons zit eigenlijk helemaal geen nut meer. Want we hebben namelijk één heel erg groot probleem. Ik zou hier alles eigenlijk aan kunnen vinken. Alles is aangevinkt of niet? Nee. Alleen maar de dungeons die zijn niet aangevinkt. Maar we hebben alle items. We hebben alleen nog maar Ganon's sleutel niet. Dat is het enigste wat me ontbreekt. Ik serieus, moet je opletten, jongens. Maar ben ik blij dat we de longshot hebben. Sequence breaking. Watertempel is altijd leuk als je hem zelf niet hoeft te spelen. Oh, wat gemeend gemeen. Ja.
Maar ja, daar doen we nog ook aan denken. Er is er ook nog eentje op de bekaande grond waar we ook eventueel nog in zouden kunnen. Maar volgens mij komen we nou ook bij iets heel leuks. Dark Link. Ondanks dat dit mijn minst favoriete tempel is, dit is mijn meest favoriete minibaas. The Return of Dark Link. Ik ben hier altijd zo goed in. Ja. Nee, ik gebruik geen lekkere walnoot. Dat is mijn avondeten. Dat was een trucje. Laat hem aanvallen. Ik heb hem door. Lekker wandelen voor mezelf. Ik weet dat ik heel veel schade neem, jongens, maar daar hebben we potions voor. En misschien horen we dadelijk ons geluidje nog. Din werkt ook, ja, maar dat vind ik veel te cheap. Ik vind het een van de meest epische bazen en omdat het namelijk een echte sword fight was. We hebben een heartbeat. Uit respect. Voor een bepaalde boss battle. Weiger ik om een ander wapen te gebruiken. Maar ik gebruik wel heel eventjes melk. Maar volgens mij inderdaad omdat we zoveel health hebben, heeft hij ook zoveel health. Natuurlijk ga ik niet dood, ik heb melk. Hij had nog één hit nodig. Wauw. Negentien hardcontainers. Wat is deze? Jezus, man. Jongen zeg, ik heb nog nooit zo'n... Nah. Echt, ik heb dit nog nooit meegemaakt in een randomizer. Nog nooit. Ik
Vergeet niet, jongens, bij een randomizer is het niet de bedoeling om zoveel mogelijk hard containers te krijgen. Bij een randomizer is normaal gesproken de bedoeling om hem zo snel mogelijk uit te spelen. En ik wil er nog. Oké, goed zo. Oké, recht doorzwemmen. Pijlenboog. Nou ja, we hebben ook ondertussen nog niet de courage gevonden. Nou ja, het grappige is wel, elke game kan nu exit zijn. Elke game kan nu betekenen einde game. Maar hebben we nog maar één kistje, dat is die ene daar. Er zit een longshot ding daarboven. Ja, leuk. Daar hebben we toch niks aan. Die brengt me in de war. Super Mario Player, ik ga er nog niet eens meer op antwoorden. Ja, mag ik heel eventjes, Navi? Dank je. We hebben eerst sowieso nog dat ene kistje die we op de map zaten. En daarna gaan we inderdaad de watertempel eindigen. Ik niet verkeerd, was dat hier? Ja, dat was hier. Want in die kist zeg maar die we net vonden, daar zit oorspronkelijk... Nee, maakt niet uit, Bas. Heel veel die vergeten dat namelijk in verband met dit is een randomizer. En in die randomizer, daarin heb je dus de longshot nodig om hier... Of ja, zonder de randomizer heb je de longshot nodig om hier te komen. Op het moment dat jij de longshot hebt, dus je hebt Darklink verslagen... Dan kom je in deze kamer terecht. In deze kamer... Kom je dus zeg maar uit, want normaal gesproken zou je dus de bosskey nog niet hebben op dit punt. Dat is dus nog een extra kistje. Een kistje, dat moeten we toch ook openen? Daar kan ook van alles in zitten. Een van de kistjes die je de meeste eigenlijk een beetje vergeten. Hé, hey, jullie wouden dat ik de watertempel doe, dan doe ik hem ook goed. Oh, wacht. Daar zit hij, ja. Wil je zo vriendelijk zijn, dan alsjeblieft. Ik heb pijl en boog en ik zal het gebruiken ook. Sterf, jij baas. Bij een dungeon is het extreem belangrijk om alle kistjes mee te nemen in een randomizer. Omdat alles in de kistjes kan zitten. Stel je nou voor dat er juist in dat laatste kistje... Nee, we hebben Ruto's kont niet. Klinkt een beetje raar, maar dat maakt niet uit. We hebben Ruto's kont niet. Wel jammer dat je hier geen longshot kaas kan hebben. Omdat hier weet het wel dat je de longshot moet hebben. Fijn is dat ene kistje wat we ook nog niet hebben, uit het hoofd, waar dat normaal gesproken zeg maar de vuur-arrow ligt, die kunnen we dadelijk ook oppakken. Want ja, we hebben nog maar één item nodig. Of ja, stel je voor dat dat nou net een laatste hardcontainer is. Want ik weet echt niet of we nou nog een piece of hard nodig hebben of een hardcontainer. Deze muziek is wel te vrolijk voor dit spel. Nou ja, voor deze watertempel.
Wolf, dankjewel voor de... Ah, ik hoor de muziek niet. Ik zie de animatie, maar ik hoor de muziek niet. Ik wil de muziek. Wolf, enorm bedankt voor de 1,50 euro Pokepuffs voor onze Eevee, maar ik wil er het muziekje bij. Twitch, waarom faal je mij? Twitch... Nee, we hadden een andere. Nee, oh. Eindelijk. Dankjewel. Heb je hem voor 3 keer gehad, hè? Heeft Wolf hem gewoon 3 keer gehad, hè? John is een tester. Helaas. Het ging heel eventjes voor Wolf. Wolf met een 150, maar ik hoorde de muziek niet en ik wou hem heel eventjes een muziekje geven. Die verdiende die wel. Nou, kom op. Nee, die man, het waren tests. Die van John waren een test. Bastiaan, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je er gezellig bij bent. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Even wachten tot er een steen komt, hoor. Ik weet dat er een steen aan komt, nou. Oké, we kunnen de dive daar niet doen. We moeten de Iron Boots gebruiken. Nou, Bas... Voor de gedachte zeg ik alvast dankjewel. Alleen al voor de gedachte vind ik het al lief. En ik zeg expres Bas, want dat is makkelijker dan Bastiaan. Zijn zoveel letters, daar ben je niet vrolijk van. Oké, hier hebben we de sleutel dus voor nodig voor dit kistje. En nou is er 1 sleutel over en dat is de geglitchte sleutel zoals ik hem noem. Wat zit hier? Laten we naar de baas gaan. Goed idee, toch? Toch? Waarom gebruik ik eigenlijk van roze wind? Ik ben echt dom. Ik ben echt dom. Ik ben een dom. Ik heb helaas mijn ruby zakje niet bij me, anders zou ik de bloep hier even bij pakken. Maar goed, we hebben dus de hele watertempel gecompleet. Nou, we hopen tot dan de baas Ganon's key heeft. Pluto, Wolf, ik kijk jullie kant op. Nou ja, met die extra donatie, dan zal het vast wel zeker goed zitten. Toch? Eigenlijk best wel fun fact. We hebben nog steeds niet ontdekt wat eigenlijk onze kleur is voor de blauw. Wat snap je niet, Pluto? Leg het eens uit. Vertel eens, wat snap je niet, best kerel? De baas heeft het blauwe pakje, dat zou echt hilarisch zijn. Pluto, je followt mij, maar je bent niet gesubscribed. Toch? Of wel? Ben je wel gesubscribed?
Want er zit een verschil tussen follow en subscriben. Helaas kan ik dat helaas niet checken, Pluto. Dan zou je Twitch support eventjes moeten... Oh nee, wacht even. Ik kon je dan niet met... Ik denk nou aan de windweker. Oeps. En anders zou je contact moeten nemen met Twitch support. Ik weet dat onze Super Mario player, die weet er heel erg veel van. En ik word geraakt door die stomme dingen. Daar ben ik het niet mee eens. Auw. Kom op. Oh boy, dit gaat hem niet worden. Nee. Ruk. Nou, het heeft niks te maken met Twitch Prime, zover ik weet. Dus... Oh, ik haatte dit stuk altijd en ik haat het vandaag de dag nog steeds. Oké, wij gaan Bas gebruiken. Dat is niet zo'n mooie Super Mario opleving. Of Super Mario. Ik haal namen door elkaar heen, zo erg is het. Dat is niet zo'n fijn musical memoirs. Vervelend om te horen dat Skype zo, of dat Twitch vandaag zo buggy is. Ik ben ook behoorlijk buggy vandaag, want echt serieus, ik kan de namen niet uit elkaar halen. En trouwens, boe! Deze muziek is origineel. Boe! Dat is boe, we willen randomheid. Boe. Dark Link was veel moeilijker. Ik weet niet, was het nou Sonic? Had Sonic het niet gekald? Wie zei dit? Wie zei dit? Ja, Sonic! Oh, geniaal! Oh, dan wil ik ook weten welke kleur dat het is ook. Oeh. Classy. Beetje groen gemixt met blauw. Weet je wel, dat groen nog wel overheersend is, maar dat het een beetje blauwig is. Wauw dit. Ogenblikje, jongens. En nu... Ben ik te laat? Wat is dat nou? Woo!
Doe het nog een keer. Even wachten. Nee, de atmosfeer is weer zoals dat hij hoort. Bastiaan. There we go. Ik ben benieuwd. Oké, dat was nutteloos. Oké, dus we hebben de Spirit Temple, maar we hebben ook nog sowieso de Great Fairy. Dus daar gaan we het daar even over doen. Ja, ik moet hem nog aanvinken. Klopt. Poef. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, Sonic. Ja. Die itemtracker, we hebben echt alle items. We hebben maximaal aantal bommen. We hebben maximaal aantal pijlen. We hebben maximaal aantal slingshots. We hebben elk muziekje geleerd. Het enige dat we nog missen zijn alleen maar Zora, Sapphire en... Oh, pak je ook. Ja, pak je ook. We hebben echt alle items. Jongens, nogmaals, privéberichten graag naar privé sturen en niet in een openbare chat, alsjeblieft. Ah, jongens toch. Altijd privéinformatie, altijd privé houden. De Shadow Temple, maar die kunnen we niet kleren, want daar missen we één sleutel voor. En de Spirit Dungeon. De enige twee dungeons. Dus we gaan eens heel even kijken wat de Great Fairy voor ons heeft. Die hebben we nog niet gedaan, volgens mij. En anders moeten we gewoon naar de Spirit Temple. Daar hebben we nog twee kistjes. Wil jij mij loslaten, alsjeblieft? Geen geknuffel. Bas, ik heb al gezegd, jij moet je mond houden. Je mag geen tips meer geven. Voor jou zijn we naar de GTG geweest. Dat is jouw faalmomentje geweest. Dus nee. Ik zeg, ik geef nog niet eens antwoord meer naar jou. De andere kijkers, die krijgen daar de tijd voor. Bas, we hebben jou achtergelaten bij de Gerudo Trading Grounds. En voordat je weer gaat beginnen met... Maar mijn naam is niet Bas. Bastiaan in die hoek. En nu heel snel. Nederland is een vrij land. Deze livestream niet. Deze livestream die bevindt zich nogal in een duistere plek. We hebben in ieder geval de Shadow Temple sleutel gevonden, dus we kunnen ook naar de Shadow Temple. Goed. Wolf, even aan jou dan de eer. Wolf, jij hebt nog een extra... Ja, waarom ook niet? Wolf, Spirit Dungeon of Shadow Temple? Aan jou de keus. Super Mario Play, volgens mij heet jij geen Wolf. Wij wachten rustig op het antwoord. Kan ik even een slokje drinken pakken? En Super Mario Player, dank natuurlijk voor de boost. We moeten die gouden sleutel vinden.
Ja, op zo'n manier. Jongens, niet voor anderen praten alsjeblieft. Onze goede vriend Wolf. Gaan we naar de Spirit Temple of gaan we naar de Shadow Temple? Anders ga ik een dobbelsteen opgooien. Ga ik gewoon een D20 opgooien. Oeh, stilte in één keer. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Volgens mij niet. Oh, dat is wel jammer. Maar goed, eventjes kijken. Dan ga ik heel eventjes naar de votes kijken. Even kijken. Ik zie Spirit Temple. Ik zie Shadow. Sonic Strife. Die zei... Even kijken. Eén Spirit. Dan... Suzy, wat zeg jij? Suzy Chen. Dan mag Suzy Chen van mij kiezen. Ja, nou, Suzy Chen is mijn D20. Spirit, oké, duidelijk. Die ken ik niet meer even zo snel uit mijn hoofd, helaas, sorry. Dat is aan de ene kant wel jammer, maar eigenlijk wel de beste keuze, want bij de... Bij de Spirit Temple... Ik moest er al even over nadenken, jongens. Bij de Spirit Temple hebben we sowieso nog twee kistjes die we kunnen doen. Heb ik deze shortcut ooit geactiveerd? Zo te zien niet. Oké. We hebben hier namelijk nog twee kistjes. Die we niet konden pakken in verband met dat we het meer. Oh, verdorie. Dat is niet aardig, meneertje. Like, sterf. Ik vind het wel fijn eigenlijk dat we hier. Kakkeriko muziek eigenlijk hebben. Alle kistjes hebben we hier ook gehad inderdaad. Gaan we hier naar boven toe. Nou, het grappige is, we hebben hier namelijk nog twee kistjes. Eentje, normaal gesproken krijg je namelijk hier de Mero Shield. En die hadden we niet. Dus het eerste wat we moeten doen is eigenlijk dus nu hier dit kistje nog even meepakken. Ik weet dat Mume die kan dit spelen op zijn mondharmonica. Oké, die was het al niet waard. Gelukkig was deze niet zo pijnlijk als de andere Blue Roopie die we hebben gehad. We hebben nog een erger gehad. Oh, en dit kan ik eindelijk een keertje kaas in de randomizer. Ik ben zo'n blije Stevie nu. Yay! Trouwens, Super Mario Player, had je de issue nog een beetje kunnen verholpen met Pluto?
Pluto zijn time-out, die zou zo wel... de reden dat ik hem een time-out moest geven is privé-informatie. Wees daar voorzichtig mee. Dus ja, dan verwijder ik het automatisch zo snel mogelijk. En dat doe ik jammer genoeg met de time-out. Dus vandaar de time-out maar. De issue niet verholpen? Dat is vervelend. En dan zou hij... Als hij echt gesubscribed heeft... Nou ja, ik heb er nooit een notificatie van gehad. Maar dan zou hij Twitch support moeten gebruiken. Want ja, daar kan ik helaas niet bij helpen. Dan zou hij naar Twitch support moeten kijken. Bij het tandwieltje? Oké, dat was het toch al niet waard. We moeten gewoon Tin Rover gaan verslaan, duidelijk. Nou, Suzie, dan hoop ik wel natuurlijk dat het wel een beetje nuttig heeft en we dat nou zullen gaan krijgen. Want ja, als we dat helemaal geen nut gaan hebben... Ja, maar het is op telefoon nu mee. Op een telefoon? Ik heb geen idee. Ik vind het wel lief dat jullie allemaal elkaar proberen te helpen. Dat vind ik echt een van de beste dingen, jongens. Ik hou van deze community. Echt waar, jullie zijn echt geweldig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, echt. Zo goed. Het geeft zo'n goed gevoel, jullie. Jullie zijn echt geweldig. Hallo. Ik heb een bas. En daar sla ik jou mee. Yay! Maar Bastiaan, dan zou dat een hele harde boe zijn als dat het laatste hartje zou zijn. Want dat zou origineel zijn. Dan heb ik liever tot Ocarina of Time dan het laatste hartje is of zo. Maar het kan ook een bloepie zijn. Ik moet zeggen, Twin Rover is echt een hele goede baas. Ik hoop het ook, Pluto. Ik heb ook zo'n idee, eerlijk gezegd. Vergeet niet namelijk een abonneren of subscriben op Twitch. Dat kost namelijk wel geld. En het is maandelijks en dit is koud! Oh, jeez. Pluto, dankjewel! Dankjewel! En weer geen geluid, hè, jongens. Horen jullie dat? Dankjewel op de abo. Maar weer geen geluid. Maar is dat toch met Twitch en zijn Twitch alerts niet goed doen? Jee.
idee, ik heb net op mijn eigen geabonneerd, maar het geluid wil niet werken. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik heb al van heel veel mensen dat ze zeggen dat ze Twitch-chat niet mee wil doen, dat controls het niet goed doen. En inderdaad, boe, Twin Rover muziek is origineel. Nou, volgens mij wilde gewoon zeggen dat bosmuziek gewoon, dat de gewone normale bosmuziek, dat die origineel is. Bastiaan, als ik me niet vergis is het 4,99. En dat is dan voor 1 maand. Is dat duurder geworden? Volgens mij was 4,99. Dit klinkt zo fout. Dat was dom. Oh, oh. Ik moet wat meer opletten op het gevecht dan in de chat. Oh, jeez. Dat zijn sterke vlammenwerpers, hoor. Oh, my. Prima, wij gaan wel voor de fluff aanval. Dit doet zo'n monster ziek, hoor. Echt, ik zweer het jullie. Kom dan. Ik denk dat ze nog maar 1 klap nodig heeft. Oep. Ik vind het wel jammer dat deze cutscene geskipt wordt. Die vond ik zo grappig. Echt alsof dat je scret gewoon hebt, weet je wel. Een sleutel. Pluto, dankjewel voor de extra 20 bits. Boe! Boe! Ook al origineel. Boe! Dislike. Super Mario Player, dankjewel voor de cheer. Jongens toch. Nu moet het gebeuren. Shadow Temple geeft de game. Nou, er is nou 1 pick-up die we kunnen krijgen wat niet met de Shadow Temple te maken heeft. Dus. En dat is dit. Volgens mij kunnen we nou namelijk de light arrows te pakken krijgen. Dus Even kijken. Dat was...
Luto, het gaat er niet om of je nummer 1 bent. Het gaat erom dat je, dat je wil supporten. Dat, en je hebt gesupport en dat is het belangrijkste. En we zijn verplicht om naar de Shadow Temple toe te gaan. Maar dat vind ik te gek, want we missen nog een hard container. Oh. Jongens. Ik ben bang dat dit een 100% run wordt. Ik denk echt dat dit gewoon... Ja. Een 100% run gaat worden. Het enige wat we nog in de Shadow Temple kunnen doen... Met deze blije bakkersmuziek. Het enige wat we hier nog kunnen doen... Is de boss. En als we de boss hebben gehaald, dan krijgen wij namelijk ook nog eens een keertje Zora's Ruby. Of Zora's, ik zeg dat elke keer verkeerd, hè. Zora's Sapphire. En met Zora's Sapphire krijgen we de laatste twee items, wat waarschijnlijk de Courage item is. En een hard container. En de boss drop, die we nog missen. Is dan waarschijnlijk niks minder. Oh, shoot. Dan de key itself. Gooit Zelda Ken een sleutel in het water. Ja, oh, echt hek. Zonnetje kalt er nu al volgens mij. Het zou zomaar kunnen. Pluto, ik heb nog 2 blue potions, dus qua health zitten we goed. Totaal geen zorgen. Maar echt, wat is het met deze seed? Drie klappen, boom, weg. Ja, dat weet ik. Waar denk je wat item 3 is? Want van de Ocarina of Time krijg je ook nog de Song of Time. 1 hard container. De double defense. En Ken een sleutel. 3 items. Nee, een beetje. Toen hadden we tot die... alleen tot we de ijschest nodig hadden. Niet tot we alles hadden. Nee, Bastiaan, daar heb je geen prime voor nodig. Lonk, the ship is sinking. I don't care. Oh, kom op, dit kan mijn vuur peilen, dat weet ik 100% zeker. Super Mario Play, dat wisten we al. Want als wij namelijk hier op dit venster kijken, dan zien wij namelijk bij de Shadow Temple, zien wij daarvoor Zora's Sapphire. Omdat we hebben het kompas. We hebben zelfs alle kompassen en alle mappen, dus... Er is niks wat... Oh nee, wacht eventjes. We missen nog één ding. We missen de map van de Ice Cave. Hè? Hebben we hier wel alle... We hebben hier toch alle kistjes?
Hé, hey, vuurengeltje. Oh, Valt me nu ook maar eens op. Dus dan missen we nog 4 pick-ups. Oh boy. Ja, maar nou zit ik dan te denken, maar welk kistje missen we dan nog? Je hebt gisteren een nieuw bed gekregen en het ligt als een god. Nou, dat is fijn. Mensen, ik ben een verdrukte verplicht bezoekje aan schoonpa en ma. Oh nee, dat is goed, Susietje. En enorm bedankt voor je hulp als moderator vandaag. En doe mij nu nog een extra dikke knuffel geven. Ik zit echt... Nou, als we er inderdaad aan vastkomen door te zitten, dan kijken we inderdaad gewoon op de cheat sheet, jongens. Maar dan hebben we echt alle items gevonden op één na. En dan zijn we maar één item verloren, dus daar kan ik nog wel mee leven. Maar laten we er gewoon vanuit gaan. We hebben nog 3 items die we nou te pakken kunnen krijgen. Nee, wacht eens heel eventjes. Waarschijnlijk weet ik het al. The Mask of Truth. Als je die aan dat gast laat zien, dat is geen... Weet dat is geen item die verplicht zou zijn voor... Is goed, JB'tje. Misschien tot strakjes nog. Nee, Super Mario Player. Dat mag je niet. Want er zijn geen suggesties meer. Wij hebben alles al gedaan. En waarschijnlijk ga je alles herhalen wat we al gedaan hebben. Nou, ik zal 1 keer de Ice Arrows doen. Het liefste gebruik ik geen magie. Maar ik zal het 1 keertje doen. Beetje. Oh. Auw. Zie, het werkt maar bij eentje, daarom. En het kost een heleboel magie. Beetje zinloos dus. Auw. Auw. Kun je daar nou eens even mee stoppen? Concentratie is real. Hits dat deze wel niet nodig heeft. Auw. Ik moet eventjes nou niet naar de chat kijken. Dat is een heel goed idee. Met de nijntjes gaat het hartstikke goed hoor. Ik vind hem grappig. Pom, 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 pom. Hij is heel muzikaal en daarom vind ik hem grappig. Oké, wat is het?
Een randomizer met alle hartjes. Hoe is dit mogelijk, jongens? Echt serieus, hoe kan dit? We hebben gewoon echt alles boven mijn hoofd staat aan. Alles. We missen nog maar twee dingen. En dat is dus de defense. De sleutel van Ganon. Fire Temple hebben we een sleutel geskipt. Spirit Temple hebben we een sleutel geskipt. Hij was zeker creepy. Dat zeker. Op het moment bloeit het dat je een item vindt die oorspronkelijk daar hoort te zitten. Terwijl dat het randomizer is. Is boe. Want dat wil zeggen dat hij niet random is. Dus alles wat niet random is, daar schreeuwen we boe op. Goed. Als ik me niet vergis en de randomizer zich netjes aan de regels heeft gehouden, krijgen we dus nu de defense upgrade. En de sleutel. Bastiaan, dat is eigenlijk een beetje de mini-boss, eigenlijk ook een beetje van de bottom of the well. Maar goed. Laten we eens even kijken wat de Ocarina of Time en de Song of Time is. De grap. Ik moet zeggen, als de Ocarina of Time, dat wil dus zeggen tot echt dat Ganondorf's sleutel achter de drie Spiritual Stones lag. En dat is eigenlijk best wel een hele gemene cheat. Zo. Pluk me gelijk het water in, zeg, wat lief. Ik ben benieuwd. Kom maar. Dankjewel, vuurengeltje. Nou, ik denk dat ze de ijskever een map toch of uit hadden gehaald of iets in die trend. Maar goed, we zullen het nu zien. De Ocarina of Time is... Oké. Dankjewel, Pluto, voor de boost, maar ik weet het niet meer nou. We hebben alles! We hebben alles! Ik ga het even zoeken. Ik ga het even kijken. We hebben echt alles gedaan. Dit kan niet. Ja, ik ook. En we hebben nog al die barriers gedaan. Zijn we dan niet... Dan zou je er toch langs lopen? Volgens mij is dit gewoon zo bij Ganondorf afgesproken. Ganondorf die had echt zoiets van... Nou! Waar ligt de Ice Cavern map? Oké, daar zou ik wel eventjes kijken.
Oh, wacht. Eens even kijken. Ice Cavern. Adult Shooting Gallery. Maar die hebben we ook gedaan. De Adult Shooting. Maar die hebben we 100% zeker gedaan. Echt, dit klopt gewoon niet. Ik zou zeggen, als jullie zin en tijd hebben, kijk alle livestreams eventjes langs. Nee, is niet broken, maar... Ik kan me toch echt 100% zeker herinneren dat we dat gedaan hadden. Of het icoontje staat gewoon niet aan. Ja, dat gaan we doen, Bastiaan. Ik bedoel, we hebben 100%. We hebben alle puzzels opgelost, dus... Het is een victory, sowieso. Poppen, ik ben boos op je. Goed zo. Poppen, jou ook. Ik zie daar geen kist aan. Jongens, ik zie daar geen kist aan. Hoe hebben we dit gemist, jongens? Hoe hebben we dit gemist? Echt, hè? Ik weet zeker dat wij dit al gedaan hadden. Ik weet zeker dat wij dat gedaan hebben. Want we hebben dat kistje gepakt. Hebben hem aangestoken. Zijn naar achteren gelopen. Hebben verder niks meer gedaan. Want we hadden de hamer niet. En omdat we de hamer niet hadden, hebben wij die dingen niet open kunnen doen. Ik weet zeker dat wij dat gedaan hadden. Ik ben het er niet mee eens. Ik object. Ik denk het. Ik denk dat we dan vergeten zijn om te saven. Ja, we hadden dit gewoon... Serieus, we hadden binnen 5 minuten hadden we gewoon die livestream al kunnen doen. Gewoon extra van, nou, poef, klaar. We hadden gelijk naar Gannis the Castle kunnen gaan. Kistjes openen. Mirror Shield gevonden. Alles klaar. Alles gedaan. Let's finish this game. Ik ben er klaar mee. Dat is waar, jij beter. Dat is waar. Ik heb het helemaal gehad. Ik ben boos. Hallo, Iron Knuckle. Auw, Iron Knuckle. Dat doet pijn, Iron Knuckle. Ik denk het. Ik denk dat dat inderdaad dan gewoon niet gesaved is.
Ik bedoel, anders is het wel heel erg toepasselijk dat we dus alles gevonden hebben behalve dat. Ach ja, maakt niet uit, we hebben hem 100% gehaald. Ik herinner me nog zelfs dat we die opmerking ook maakten, dus ja. We schreeuwden boe omdat de sleutel gewoon in Ganondorf's castle lag. Ja, daarom. Laten we wel wat extra pijlen meenemen, just in case. Yep, het is tijd voor tennis. Tjonge jongens, zeg. Zelfs mijn oortje gaat ervan... Ander oortje. Zelfs mijn oortje gaat ervan overeind staan. Zag je daar? Ik heb in één keer 3 oortjes. Speel deze muziek, mysterieuze muziek, Ganondorf. Nee, ga door met het spelen! Why did I leave my trident back in the desert? Since you made it this far, I'll let you know what glorious prize of Ganon you likely missed out on in my tower. Behold, bomb juice. Oh mijn god! Deze muziek! Deze muziek! Wauw. En ik mis. Ik ben heel geconcentreerd nu aan het tennissen, jongens. Haha, timing. Leuk. Game, set the mesh. Tenminste, long. Earthquake! Ja, ren er maar vandoor. Spannende muziek trouwens hier, Zelda. Fire Temple muziek, wauw. Zelda, het duurt lang. Nou, denk Bas. Ik vind nog steeds soms dat je niet gewoon naar beneden kan springen. Ik bedoel echt serieus. Het kost maar 1 hartje schade.
Hoe loop jij gewoon over dat ding heen? Je hebt geen springanimatie, maar je loopt er gewoon overheen. Ah, doei Sonic. Het is leuk dat je er was. Wat leuk dat je keek. De volgende week dan zijn we er weer bij trainer Stevie. Zoiets. Ja, nou wil je een zielig lopen wezen. Oh nee, cirkel van vuur. Ik heb net de hele tijd mijn magie gebruikt. En nu is het in één keer gevaar. Ik vind hem ook nog steeds legit eng. Ik kan er niks aan doen. Kom op, we kunnen dit toch makkelijk naar beneden springen? Wat is daar nou voor onzin? Wat loop je toch te zigzaggen, Zelda? Maar is het toch mis met jou? Jongen, die loopt er echt... Ik weet niet welke kant dat we op moeten, hoor. Ah, ja. Oh, kom op zeg. Hier. Elke keer met die power of wisdom, maar een vlammetje kan ze niet uitdoen. En waarom kom je op mij af en niet op Zelda af? Ik bedoel echt serieus. Zelda, stel je niet aan, maak die deur open, klaar. Je doet net alsof dat je dit spel voor de eerste keer speelt. Oh, je doet net alsof... Hè? Juist. Mee eens. Nee, Super Mario Play, maar het is niet iets wat je in de chat gaat gooien. Smash Ultimate Boss! Spoilers! Let's do this! Ik vind het wel grappig dat je eigenlijk de Master Sword, hoe heet dat? Hoe dat je eigenlijk dus de Master Sword... Oh, wacht. Mijn Master Sword was niet geëquipt, maar dat maakt niet uit. Jump attack! Beste aanval ooit. Deze muziek trouwens hier. Is dit niet gewoon een mid-boss battle muziek? Ik wil niet heel vervelend doen. Oh, schij uit joh. Zelda die zit te krijsen joh. Ah. Ik vind het eigenlijk best wel een grappig iets. Klap heb je nou nog nodig, Kenny? Ik kon ook met de jump attack gewoon. Hé, wat een keer tijd. Lonk, de Master Sword, hij is hier.
Het is heel leuk dat je de Master Sword aan me geeft, maar dat wil niet zeggen dat ik hem ga gebruiken. Ah, die hebben we ook al klaar. Nee, ik wil de Master Sword niet gebruiken. Gratis hit. Na 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 na. Auw. Vindt Kenny niet leuk als ik dat doe? Hehehehe. Poes. Light arrow in zijn snuf. Ik wou slurf zeggen, maar dat ging verkeerd. Wat is het vergeten hoeveel hits dat die gast wel niet nodig heeft? Sleuf, woord van 2019. Moet je nou echt gewoon verplichte Master Sword gebruiken? Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon verplichte Master Sword moet gebruiken. Ik herinner me echt niet dat ik zoveel... Ik bedoel, ik ben bijna door mijn magie zelfs heen, jongens. Kamehameha! Oh, dat was zoveel kracht! Ik heb geen energie meer! Swing, swang, swing... Bloed! Volgens mij had ik echt veel meer hits nodig nu. Zeg feitjes! Nou! Yeah! Spirit-bom! Lend me your strength! Yeah, ik ben moe! Ancient creators of Hyrule! Now, open a sealed door and send the evil incarnation of darkness back into the realm! En 26 bits nog een keertje, dankjewel Pluto. Curse you, Lonk. Someday when this seal is broken, I will win that diving game. Die muziek. Zelfs hij lacht erom. Ja, ja, je hebt de Triforce of Power in je hand. Daardoor kun je dieper duiken. Blijkbaar. Houd daar maar op. Ah, jeuk in mijn oor. Boes, origineel. Thank you, Lonk. Thank you. Thank to you. Ganondorf has been set aside the Elven Realm. That peace will once again reign in this world. For a time. All the tragedy that has befallen Hyrule with my doing. And I dragged you into it. And you missed the key. And you were streaming for way too long. But the road
irritant stemmetje, ik weet het. Long, give me back the ocarina. Nee, is van mij. It's a stage I can return you to the original time with it. Is mijn ocarina. Tot de volgende keer, beetje, of misschien tot vanavond nog eventjes op Discord. When peace returns to Hyrule, it will be a good time for us to say goodbye. Serieus, ik wil betaald worden. 50.000 rupees. Now go home, Long. Regain your lost time. Home where you were supposed to be. The way you were supposed to be. Ik speel te snel, hè? Erg, hè? Thank you, Long! Goodbye! Dit is een zeer irritante stem! Oh. Volgens mij zijn de credits altijd origineel. Is wel jammer aan één kant, eigenlijk. Was een leuk stream. Wel jammer tot dat ene weer niet gelukt is. Helaas, weet je wel, dat we toch weer heel eventjes moesten kijken. Omdat we dus ergens waarschijnlijk niet hebben opgeslagen. Omdat in de oude versie dat we constant met saves moesten werken. In plaats van dat de save systeem van de game zelf niet werkt, helaas. Dus, ja. 100% randomizer. Een paar sleutels overgehouden. Alle items. Ik vind nogal. Al moet ik wel zeggen dat ik hem op sommige momenten toch wel kneep. Dat ik echt bang was dat we weer sommige moeilijke dingen moesten doen. En niet te vergeten natuurlijk Blue Fire en hem op. Maar we hebben hem eindelijk een keertje gehaald. We hebben We hebben de Key Song Sanity eindelijk gehaald. Het heeft een paar retries gekost omdat ik de settings verkeerd had ingesteld. Maar nou is het gelukt. Yay! Just Noku, ik heb geen enkele reden om die nog een keer te doen. Misschien een keertje met een livestream. Wie weet, ooit. Geen plannen voor tot nu toe. Dankjewel, vuurengeltje. Ik vond het wel een leuke stream. Sowieso hebben we bij de volgende keer, als we weer gaan livestreamen, we hebben nog de subspace hebben we nog af te maken. Mario Maker is natuurlijk weer een keertje gerequest. Ja. Minecraft zouden we ook een keertje weer kunnen streamen. Want daar hebben we natuurlijk nog de hardcore van Flareon. Die ik daar had staan. Dus echt serieus, zet drie ooitjes weer. Zagen jullie het? Dus dat zou ook nog kunnen. Sowieso is er ook een request geweest over Spyro Try Not to Cringe in Nederland. Spyro. We hebben ook nog Crash Bandicoot die we zouden gaan streamen. Dus we hebben nog streams te doen. Uit dan. Eventjes, sorry. Het is een vest, Just Noku. Is daar iets mis mee? Het is een vest. Ik wil het heel erg vervelend noemen, het is gewoon een vest. Oké,
doe ik hem nog één keer. Wacht even op het goede moment. Ach nee, we hebben nou een dramatisch moment. Never mind. Helaas. De achtergrond hoor je, moet je hem heel zachtjes spelen zo. Pluto, er zijn ideeën voor, maar niet dat het al gelijk de volgende stream gaat worden. Ik vond het net zo leuk om Sarah Song mee te spelen. Ik vond het in ieder geval een hele leuke serie. Ik zal gewoon een poll weer op YouTube neerzetten van wat de eerstvolgende serie wordt. Maar ik wil eerst sowieso de Subspace klaar hebben. Subspace, Super Smash Brothers, Brawl, dat is de Subspace, die hebben we ook nog staan. Bedankt dat we dat spelmaatje kunnen spelen. Dankzij de gezellige chat. En dankzij de geweldige cheers die we hebben gehad. En de jumpscares die we hebben gehad. En daarom ben ik heel erg blij dat het spelletje nu eindelijk afgelopen. Ik zei... Het blijft doorgaan, hè, die cutscenes. Nee. Jongens, ik hoor nu echt weer enorm veel requests, maar nogmaals, jongens. Sta duidelijk eventjes, don't tell me what to play. Komen met leuke ideeën aan. In de Discord kun je altijd natuurlijk neerzetten van, goh, dit lijkt me wel een leuk spel, dat lijkt me wel een leuk spel. Maar don't, ja, niet te veel games in één keer neerzetten van, nee, je moet dit spelen, je moet dit spelen, je moet dit spelen. Gaan we niet doen. Maar goed. Dit was de livestream van De Zoeter, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Ski en Song Sanity. Voorlopig dit de laatste voor een lange termijn. Volgende livestream. Ik denk dat we dan verder gaan weer met de Subspace. Of we gaan naar Mario Maker. Moet ik heel eventjes kijken natuurlijk wanneer. En hoe en waarom. Maar eerst moet ik Tomover gaan doen. Dus eerst eventjes een druk weekend. Daarna gaan we verder met de livestreams. Ik dank iedereen voor het kijken naar deze livestream. Ik ga heel eventjes de Eevee oortjes even afdoen. Eventjes het capuchon af. Ik hoop dat jullie het zeker heel erg leuk hebben gevonden. Ik dank jullie natuurlijk allemaal voor het kijken. Enorm bedankt natuurlijk ook voor de support die weer gegeven is tijdens deze livestream. En ja, jullie maken meerdere livestreams zeker mogelijk. Dus enorm bedankt. En ja, tot de volgende zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende. Doei! Ik moet wel zwaaien, want anders zit het niet. Datum volgende livestream, dan moet ik nog heel eventjes kijken. Klik op de follow button en dan krijg je wel een notificatie op het moment dat we weer live gaan. Want ik durf nou geen datum te zeggen in verband met ik heb het druk dit weekend. Sorry. Doei!